Op één been kun je niet staan, dacht Toby Alderweireld nu al voor de derde keer in drie Antwerpse seizoenen. Alweer scoort Toby 747 een belangrijke brace. En niks doet zoveel deugd als een onterechte overwinning in de slotminuten. En dat ga ik, Thomas Lembroek, bespreken met... Duncan Bartholomeusen. En met deze nieuwkomer... Joni van Loveren. Welkom, Joni, Duncan. Ik zal beginnen met de nieuwkomer, Joni. Merci om ons te vervoegen. Jij zit natuurlijk al jarenlang mee in onze ruime redactionele equipe van de Vierkante Paal. Jij doet ook mee aan het schrijven voor het magazine bijvoorbeeld en andere zaken. Je bent altijd klaar om je mening ergens over te delen. Dat mag ik wel zeggen, Joni. Dat is waar, ja. Ik wou net zeggen, misschien kennen de mensen mij al van Twitter, al doe ik dat wel wat minder. Maar... Ja. In uw Twitter-bio stond vroeger argumentative to a fault. Wat wil zeggen, kort door de bocht, dat je graag al eens uw gedachten zegt over de dingen. Hè? En ik vind dat prima, want ik geniet daarvan. Ik ben niet meer de enige Hein van Azenbroek in deze podcast. Doe deugd. Ik weet niet wat dat een compliment is of niet, hè? Maar goed. Duncan, ook welkom. Dank u. Jij hebt de match thuis gezien in uw zetel? Klopt, absoluut, okay. Ja. En Joni, jij ook nemen kan? Ja, ik heb daarnet een tweede helft nog moeten zien, want ik zat eigenlijk in het Sportpaleis bij Moby. Juist. Maar ja, ook thuis. Okay, en hoe was Moby? Goed eigenlijk. Beter dan verwacht zelfs nog. Dus. Okay, die mens is nu 75 jaar ondertussen. Of echt in de 50, ja, zoiets. Ja. Chockerend hoe oud dat onze helden van vroeger waren, zijn nu. Duncan, het Kuipje, dat wordt nog onze favoriete voetbalbestemming, hè? Ja, wie had dat gedacht? Ja. Ik verschoot wel even van toen dat de commentator zei dat wij nog niet hebben verloren van Westerlo sinds de terugkeer in eerste klasse. Nu dat we er zoveel van hebben gespeeld. Nee, dit was de vijfde keer, denk ik, in de competitie. In de competitie. Ja, voilà. Bekerwedstrijd telt niet mee. Nee, daar kan ik gewoon niet meer aan denken. Nee. We hebben er nu 7-9, zeker, hè? Dat zal niet veel schelen. Ja. In het Kuipje. Ja, nee, dus. Mooi. Maar jij was aanwezig, Thomas? Ik was aanwezig, dankzij Jolien. Die had van professionele weg die tickets gescoord. Die was zo sympathiek om mij en een paar andere mensen mee te vragen. En uiteindelijk is ze zelf niet meegegaan. Ja, dat zal wel zijn reden wel hebben, denk ik. Ja, blijkbaar. Nee, ik weet het niet. Het waren ook geen 100 tickets natuurlijk. Een volgende keer graag wellicht. Maar het was plezant met de Ribus, die was ook mee. Die woont er natuurlijk niet ver van. En vriend van de show Sander en een Dirk Peters, jullie wel bekend. Dus het was gezellig. Slechte plaatsen wel. Eenmaal tegen de kant. Zo. Maar vriendelijke mensen in Westel. Heb je kunnen juichen? Of heb je moeten inhouden? Ja, ik ben iemand die niet zo graag... Allez, als ik op zo'n plaats zit, dan... I don't want to rock the boat. Dus ik doe dat dan niet. Maar ons groepje heeft wel gejuicht, ik zal het zo zeggen. Ik was het niet persoonlijk. Maar er waren nog veel Antwerpfans op de hoofdtribune, uiteraard. Maar ik kan me wel inhouden. Joni, de opstelling wordt bekendgemaakt. Mm-hmm. En dan toch een beetje een verrassing, hè? Onze vriend Denis Odoy is er niet bij. Had jij dat al opgevangen op voorhand? Want ik niet. Nee. En ik denk dat ook niemand wist hoe we dat gingen oplossen toen we de 11 namen zagen. Ik denk dat elke naam wel gedropt is als wie gaat er op de 6 spelen. Dus toch een beetje verrassend dat dan uiteindelijk Corbani was. Die er blijkbaar in de jeugd wel gespeeld heeft, maar dat weten wij meestal niet zo'n dingen. Dus. Nee, dat is waar. Daar zijn we niet zwart mee bezig. Maar ik had het nu wel toevallig juist gegokt dat Corbani zou zijn. Omdat ik wist dat hij met de Young Reds en zo ook op de 6 had gespeeld en dat hij... Eigenlijk rechts en bak en op de 6 en misschien zelfs op de 8 zou kunnen staan. Er was toen sprake van. Wel iets heel anders. Weten we ondertussen al wat er met Odoy is, eigenlijk? Een lichte blessure. Geen risico voor zondag. Dus, Well, ik heb hem liever inderdaad de zondag erbij dan nu op Westel. Dat komt dan wel goed. Even kijken. Ja, ik heb... Door dit te zien, dat Corbani startte, ben ik eens gaan zoeken, Duncan. Jij, mede-liefhebber van archieven. Dat is nog maar de derde keer dat Corbani start voor ons. Wist je dat? Ik wist dat niet. En de eerste keer in de competitie zelfs, blijkbaar. Ja,
ja, op Lierse voor de beker waarschijnlijk. Voilà, jij voelde mijn vraag al komen. Ja, en ja. Dan is de volgende bekerwedstrijd, tegen... Hier kan ik van genieten, zei Joni. Dan denken die zo. Een slechte mens, ja. Over zijn goed, maar ik ben er zelf veel slecht in met zo'n dingen. op Auvergel? Nee. Het was thuis tegen Charleroi. Ah, ja. Kruiver de beker. En dan is die samen met Youssouf en Wijndal al na 41 minuten eraf gehaald. Omdat we 0-2 achter stonden. Dat weten we misschien nog wel. En hebben we nog 5-2 gewonnen, als ik me niet vergis. 3-5-2 beginnen spelen, klopt. Ja, en Lammes nog een penalty gepakt. Dat is ook een van Lammes' eerste matchen voor ons. Ook al. Als ik me helemaal goed voor heb. Dus ja, hey, we komen hier nog op terug. Drie penalties gepakt. Ja, straf. Dus voilà, voor Corbani, zijn derde seizoen dat hem in de nakern zit. Ik hoor iets tikken daar aan de micro. Dat was bij mij, excuses. Ah, oké. Het is maar dat onze luisteraar weet dat dat niet zot antwoorden is. Nee. Maar Corbani, nog maar 19 jaar, by the way, moeten we allemaal wel goed voor ogen houden. Die is ook op zijn 17 al gedebuteerd. Goed. Joni, jij hebt die match dan vanuit het Sportpaleis op je gsm gezien? Of hoe moet ik mij dat dan voorstellen? Dat is een bunker uit Sportpaleis. Dus nee, ik heb de eerste helft nog thuis gezien en ik heb dat gedaan omdat jij vroeg van hey, wilde inspringen, even de tweede helft nog gecheckt. Oké. Het was wel een tumultueuze match, Joni. Laat ons, dat kunnen we wel stellen. Na een kwartiertje komen wij in principe al voor. En ik zat eenmaal aan de andere kant van het stadion, 100 meter verder, dus... Instaan heb ik er echt geen idee van wat er gebeurd is. Kun jij het nog eens vertellen? Een voorzet van op rechts van... Ik heb geen idee van wie eigenlijk momenteel. Van de Sherry. Ja, oké. Dat was me nog ook, maar toch. die wordt binnengetikt door Jansen, maar blijkbaar onderweg ook nog even wordt aangeraakt door Kerk. Mm-hmm. Waardoor er wat twijfel is over al dan niet buitenspel. Ik dacht eerst duidelijk offside. Eigenlijk, ja. Met het tikje, maar dan de beelden nog zoiets 2-3 keer gezien. Dan, er staat nog iemand zo net achter Jansen, die wel een klein beetje verder lijkt te staan. Dus het is een randgeval, maar blijkbaar konden ze de lijn niet trekken. Dat hoort er dan ook weer bij ons. En dan blijft de beslissing van op het veld staan. Hè. Dus ik heb eigenlijk nog altijd geen idee of het wel of niet offside was. En die lijnrechter, die had net echt nog 4 seconden gewacht met zijn vlag omhoog te steken. Dus dat vond ik ook wel... Frappant, dat heb ik wel gezien in het stadion. En als je dat nu op de beelden gaat zien, Duncan, dat heb je wellicht ook wel gedaan. Die bal wordt verlengd door Kerk. En daar begint die buitenspel. En op dat moment staat hij ook geen offside, denk ik. Dat is nog een vraag die moet beantwoord worden. Maar het is zelfs ook... het is zelfs niet Jansen die hem binnentikt. Het is zijn verdediger die hem binnentikt. Maar in principe maakt dat niet uit, omdat dan Jansen sowieso vanuit buitenspel al dan niet... Dat heb ik zelfs niet gezien. Jansen juicht niet eens. Want jij ziet niet eens wat er aan het gebeuren is. Dat is onder hem gebeurd. En die juicht eigenlijk amper. Die claimt die goal ook helemaal niet. Dus dat maakt het nog wat extra raar. Maar als wat, dat is gerommel in de marge. Want als hem buitenspel staat, dan beïnvloedt hem dat spel daar natuurlijk. Maar bizar dat dat weer zo lang moet duren. En dat ze er blijkbaar niet in staat zijn om een goede lijn te trekken. Ja, en dat ook niet wordt gezegd, dat vind ik ook vreemd. En als die lijnrechter niet zeker is dat offside is, wat hem duidelijk niet is, want anders wacht hem niet zo lang, dan vind ik dat je niet moet vlaggen. En dan zie je wel wat dat te ver gaat doen, of geeft het voordeel aan de aanvallende ploeg, vind ik. Ja. En dan had de goal wel geteld. Dat gebeurt nog maar zelden, hè. Voordeel geven aan de aanvallende ploeg. Het is toch eerder tegenwoordig. Het laatste jaar is toch eerder. Ze maken een goal. We zullen nu schrap 2 minuten terugspoelen en zien wat er nog eens een fout gebeurd is onderweg. Dat wordt kunnen afkijken. Ja, het is niet meer leuk. Nee. Gisteren weer 2 keer moeten juichen en 2 keer afgekeurd. 2e wel terecht, denk ik. Daar komen we straks op. Zeker. Er zijn ook heel veel regeltjes die tegen de aanvaller zijn tegenwoordig. Dat doelpunt van Jansen onlangs. Eigenlijk doet die mens niks verkeerd, maar ja, de aanvaller raakt een bal met de hand en dus is het aanspel. Ja. En ik heb net City Arsenal gezien en er was de 1-2 van Arsenal. Daar duwen ze de keeper weg, die van Arsenal. En de VAR komt daar niet tussen. Bij ons zat hij al sowieso tussen gekomen. Dus ik vraag me daarin af,
telt dat nog van die clear and obvious error? Ik hoor daar niet meer veel van. Dat is gewoon... Iedere keer dat de VAR iets ziet, wordt hij naar dat... Hij roept hij de scheidsrechter naar dat spel. Ja. Het is een beetje overkill wel aan het worden. Ja, vind ik ook. Zwart. En de ene keer is dat in ons voordeel en de volgende keer is dat weer in ons nadeel. C'est la vie, maar op die manier gooit de ziel er wel een beetje uit. Hè. Ja, het is niet meer zo lollig als vroeger. Dat is een feit. De penalty werd er gegeven tegen ons, ook na een VAR ingrijpen, want in het stadion zag je dat heel duidelijk, dat de ref Lambrechts heel categoriek was van nee, dat is geen penalty, oh, je komt klagen, stukje speler van Westerlo, hier, geel, up. En dan moet hem toch gaan zien en wordt het toch penalty. Ik denk wel terecht, voor mij, Joni. Ik snap niet waarom dat zo lang duurde. Mijn eerste gedachte was ook van, hij tikt een bal, omdat een bal wel zo wat naar die kant gaat. Mm-hmm. Maar als je dat terugkijkt, die schoffelt hij echt gewoon onderuit. Dat was echt zo overduidelijk. Ik snap niet waarom ze er... Hoe lang hebben ze nog gekeken? 5 minuten of zo? Ja. Voor iets dat, denk ik, iedereen die de beelden zag, direct zoiets had van wow, dat zou wel penalty zijn. Het heeft zo lang geduurd dat ik bij aanvang van... toen dat net gebeurd was, dacht ik van, deze moment... Want ik wist dat penalty ging zijn, dat was vlak voor onze neus gebeurd. Ik denk, ik kon een pint halen en even zo'n toilet van een kaart opladen, zo'n drankkaart opladen en dan een pint bestellen. En toen ik terug was, was de penalty net gegeven. Dus ik heb die drie dingen kunnen gaan doen en ja, zwart. Maar ja, wij pakken hem, wij niet per se, maar zijn Lammers pakt een bal, Duncan. En hoe? Dat was wel lekker. Ja, zeer, zeer goed gepakt. Maar we moeten ook nog even terugkomen op de nonchalance van Costa, vind ik. Hoe dat die penalty ontstaat. Ja. Want op tv was dat een beetje niet live te zien, omdat ze focusten op een al dan niet voorafgaande fout van Bataille dat niet werd gefloten. Mm-hmm. En dan die toespelbal van Costa, dat is zo nonchalant, zo gebrek aan concentratie. Ja. De tweede penaltyfout in 3 weken dat hem weggeeft eigenlijk. Hè. Tegen Gent, ja. Ook zeer dom. Ja. En hij wisselt dat af met goede tackles en nog andere goede dingen. Maar dit moet er echt wel dringend uit. Ja. Dat is... Nu, dat is dus echt voor onze neus gebeurd. En ik dacht ook al, Lammers speelde een goed seizoen. Ik kan er niks van zeggen. Maar hij had die bal zelfs ook nog gewoon kunnen hebben als hem in de voeten duikt. Want hij houdt in, ik weet niet of dat op tv te zien was, maar wanneer die bal wordt gegeven naar die aanvaller, houdt hem nog in. En een dapperdere keeper, een bol had van in zijn eerste seizoen bij ons, had die bal eigenlijk altijd zo niet eens spectaculair moeten pakken. Maar hadden we dus nog kunnen hebben voor de speler van Westerlo dan? Want dat is terugspeelballen. Wat zeg je? Dat is terugspeelballen, dat mag ook niet. Ah, oh ja. Je mag hem niet vasthouden, hè. Je mag wel een beetje boksen. Nee. Ja. Boksen ook niet, hè. Moet recht met zijn lijf. Ik snap wel dat hij daar recht blijft staan, omdat hij inderdaad met de terugspeelbal waarschijnlijk in zijn hoofd zit. Ja. Ik denk ook dat hij op zijn benen kan blijven staan eigenlijk in die fase, want van Westerlo ook niet echt, doe ook niet echt een versnelling of zo naar buiten. Dus maar zwart. Ik denk dat ook iets is dat je met de ervaring wat moet leren, dat soort fases tussenkomen en zo. Ja, klopt. Dus zwart, hij zet het zelf helemaal recht ook. Hè. Dus wel, zijn schuld ook mee, samen met van Costa. Heel knap gepakt, helemaal het uiterste hoekje gaan halen. En Duncan, zoals je al verklapte, zijn een derde geredde strafschop in Antwerpse loondienst. Ik denk dat hij nu nog geen 20 matchen heeft gespeeld voor ons, denk ik. Dus... Eén penalty tegen, 3 gepakt. Het zal zoiets. Ik denk misschien zelfs net 20. Nee. Ik kan straks mijn statistieken updaten. Dan kunt u weten. Denk iets van 22, zoiets. Ja. Als je... minder belangrijk. Maar dat ziet er al wel heel goed uit. Even zien. Nog vlak voor rust. De Alderweireld, daar hebben we het. Die dwingt zelf de hoekschop af, Joni. Dat had ik ook niet gezien in het stadion. En dan, voor de mensen die altijd klagen dat wij nooit scoren op een hoekschop, een uitstekende corner van Andreka. En Alderweireld, die kan eerst nog zijn gazet lezen en dan omhoog springen en een bal binnenkoppen. Niet geweldig verdedigd. Ik ben trouwens niet een van die klagers, hè, want de corners zijn waanzinnig overschat. En er wordt like 1% of zoiets doelpunten op gemaakt. Dus dat is echt, mensen verwachten daar 20 goals op een seizoen, maar dat gebeurt niet. Zwat, dit even terzijde.
Maar ja, waanzinnig slecht verdedigd. Ik denk dat als er één iemand is die je zeker in de gaten moet houden, dan is het de Premier League ervaren verdediger die wel weet wat hem op corners zo moet invliegen. En die staat er 2 meter alleen, denk ik, op het moment dat hij scoort. Dat is echt onwaarschijnlijk eigenlijk. Ja, heel bijzonder. Terwijl hij wist voor de rest wel heel goed verdedigde, vond ik. Maar daar even volledig de mist in. Zij zitten nog vlak voor de rust. Nog rechte Duncan. Die Sayad Manesh, goeie shottertje wel. Ja, ze zijn wel meer leuke voetballers. Goeie ploeg. Ja, ze zijn een leuke ploeg. Die zullen wel meedoen, denk ik, voor zo'n net niets. Top 6. Okay. Behalve voorspelling. Ja. Linkertabel. Ja, linkertabel, absoluut. Die heb je het voor, vond ik ook wel goed. Centrale middenvelder. Wat was uw vraag, Thomas? Ik zei het, een goede shotter. Die geeft pas op Frigan. Ja, klopt. Mag Van den Bos wel iets langer blijven rechtstaan? Misschien niet. Laat hij gewoon trappen daar. Allee, als hij trapt naar de korte hoek, dan moet Lammens die gewoon pakken. Dus blijf op je benen staan. Oh ja, moet iets langer blijven rechtstaan. Dat is gewoon zo. Ja, we hadden het er ter plaatse ook over. Ik ben natuurlijk een centrale verdediger. Ik vind dat er heel gemakkelijk zo wordt. Dat is reflex, ik snap dat. You're damned if you do and damned if you don't. Als die shot en je hebt niet getackled, je hebt geen tackle gesmeten, dan zie je er kei lullig uit. Als je anticipeert op dat hem kapt, dan staat op je, op je andere been staan, dan zie je er nog lulliger uit. Dan laat het de hoek helemaal lopen. Dus ja, je kunt eigenlijk niet veel goed doen. Vind ik. En hij heeft gegokt en verloren. Hij heeft gegokt, ik kan hem smijten. Als hem die een bal daar wel rookt, dus als hem shot en hij rookt die een bal, dan staat iedereen op zijn kop van, wow, topverdediger. Klopt. Dus, ja, allee. Het is goed afgewerkt. Dat is goed afgewerkt. Dan Lammens rookt hem ook nog, trouwens. Ja, dus hij kan Van den Bossen niet echt voor onder de bus smijten. Ik vind het gewoon... Nee, dat is geen fout, hè. Dat is een... Zoals dat gezegd, je verliest eigenlijk altijd als centrale verdediger en wel supporters moeten dan klagen. Ja, allee, dat is ons goed recht natuurlijk. Na de rust gaan we nog voort. We gaan hier gewoon van VAR-fase naar VAR-fase natuurlijk, want dat was nu eenmaal die match. Na een goed uur, penalty, maar toch geen penalty. Denk ik. Dat ook weer een paar minuten geduurd. Hens van Corbani leek me zeer duidelijk. Maar dan hebben ze toch nog enige gevonden die in een voetje verkeerd stond. Dat vind ik ook zoiets bizar. Hè? Waarom is dit dan offside en de goal van ons tegen Union dan niet? Ik denk dat de reden is dat hij contact heeft met Corbani op het moment dat hij een bal vertrekt. Waardoor dat je kunt redeneren dat Corbani tijd verliest of whatever. Dezelfde redenering waarbij dat de goal van Calvin Michels ook had moeten afgekeurd worden tegen ons dan eigenlijk. Dat is ook even toegegeven nadien, ja. Butterfly effect. Zit daar die niet geraakt had en dat er 10 seconden later of 2 seconden later iets anders gebeurt. Ja, ze kunnen blijven redeneren natuurlijk. Ik vond ook, het is heel streng. Maar wat, onze afgekeurde eerste goal was ook streng, vond ik. Ik vind die hensbal ook heel streng. Ik weet, met de huidige regels... We moeten dat eigenlijk geven. De commentator zei het beste eigenlijk. Hij springt en zo springde. Dus ja. Het is niet dat hij een arm iets raar doet. Hè. Die jongen is ontlopen, die springt naar voor. Ik denk dat iedereen al wel in elk voetbalgroepje waar dat hem inzet heeft gezegd van oh, die godverdomse hensregels mogen ze wel eens gaan aanpassen. Want dat is niet meer plezant voor niemand. Ik hoef ook zo'n penalty's niet mee te krijgen. Allee, op het moment is dat leuk, hè, maar nadien denk ik toch altijd... Ja, omdat je weet dat je het ook zo gaat tegenkrijgen. Voelt altijd wat kut. 2 minuten later wordt onze vriend Jelle Bataille vervangen door Dennis Praat. Om toch wat meer grip te krijgen op het middenveld, vermoedelijk. Corbani gaat dan naar de rechts en bak. Toch een beetje een opvallende keuze, Duncan. De coach kan nog kiezen, hè? Ofwel... haalde Corbani gewoon eraf voor Praat. Ofwel haalde Bataille eraf en zit Corbani daar. Ik wil zeggen, dat is al een omweg. He went out of his way om Bataille toch maar te vervangen, lijkt het. Het is niet Bataille in bloedvorm zitten. Nee, klopt. Laat ons eerlijk zijn. Nee. Ik vond dat nu niet dramatisch slecht of slecht gisteren. Dan kan ik er wel 2 andere opnoemen.
om Kirk niet te noemen. Maar ja, dat is wel een opvallende keuze, ja, misschien. Ja. Ja. Zou dat een beloningsje kunnen geweest zijn voor te spelen op die positie waar hij meestal niet speelt, Corbani, en om hem dan niet te vervangen als eerste? En misschien dat de keuze tussen Bataille en Corbani een beetje 50-50 was. Ja, ja, wie weet. Wie weet. Psychologisch. Ik vond het ook opvallend. Ik bedoel, ik zou, allee, de logische keuze zou inderdaad zijn gewoon Corbani voor Praat. Maar ja, zoals Duncan zegt, niet echt in bloed voor een Bataille. Dus, mooi eufemistisch uitgedrukt. Ja, Kerk was inderdaad volgens mijn optelsommetje en gemiddeldes van die drie websites samen. Kerk het minst gepresteerd deze wedstrijd. Met een droge 6 op 10 gemiddeld. Dus dat valt eigenlijk nog mee. Er zijn er wel eens erger geweest. Pardon. En een Dennis Praat trouwens krijgt ook niet veel punten. En de Valencia en een Udo, logischerwijs. En dan Bataille. Dus dat is onze top 5 van beneden te beginnen. Ja, Kerk, dat vond ik opvallend. Dat was zo de Kerk van vorig seizoen, precies. Mm-hmm. Die deed nu is echt niks goed. Kreeg dan nog een enorme kans. Nee, maar van in passing, in lopen, ik vond dat hij echt niks goed deed. Terwijl hij de vorige 7 matchen, vond ik die wel best oké. Okay. Ja. En dan nog die geweldige kans dat hij dan krijgt van Jansen. Ja. Ook voorlangs. Ja. Altijd minstens binnen de palen moet. Eigenlijk altijd goal moet zijn. Ja. Dat was eerlijk zijn. Hij heeft die al een aantal keer gescoord, maar dan wordt er afgefloten voor buitenspel. Ja. Gelijkaardige fases. Ja. Spijtig. Nee, dat is niet zijn match. En dan ook een beetje kenmerkend dat die goal van Sherry, wat een grave goal was, afgekeurd wordt door toedoen van onze twee flankspelers die er eigenlijk te lang zat de lanter van erin. Is misschien ook wat streng, maar ik heb me eigenlijk daar toch flink aan gestoord op dat moment. Hè. Die voorzet wordt getrapt, of waar is het, denk je? Die wordt weggewerkt. Hij komt ingelopen, draait zijn eigen nog wat om, staat daar nog zo van... Ondrejka ook, hè? Maar Ondrejka staat buiten, volgens mij. Allee, die staat meer op de zijkant, als ik mij niet vergis. Die staat echt wel naast het doelpunt, naast de goal, bedoel. Dat is ook niet helemaal top, maar die staat niet vlak voor de goal. Ik vind gewoon... Op het moment dat hem zie je eigenlijk dat hij een bal terug in bal bij ons komt, dan moet je eigenlijk de reflex hebben, even teruglopen, zodat je eigen terug kunt aanbieden. Maar dat is toch gewoon naar het spel te kijken en dat is eigenlijk niet echt oké. Ik weet ook niet wat hij bal binnen gaat als hem daar niet staat. Mijn bol had grabbelt er wel wat naast. Maar goed, dat kan ik niet inschatten. Ik denk wel dat het echt een blunderke was van Bolat. Ik denk niet dat veel met de aanwezigheid van Kerk te maken heeft, maar kijk, de regels zijn de regels. En hij had er niet moeten staan. Wel echt zonde, want dat was dus al de tweede keer dat wij vierden in het Westerlovak. En twee keer onterecht. Ongelooflijk, hè? 6 keer al ondertussen? 6 keer op 3 matchen. Want als je op heel seizoen bekijkt, dan zit wel aan 8 of 9, denk ik. Dat is niet te schatten, eigenlijk. Ja. Maar, en ik heb het in de vorige aflevering ook gezegd, dat met Antonis, dat wordt nergens bijgehouden. Er is nergens een tabel met aantal afgekeurde goals per ploeg of zo. Dus, zelden heel overduidelijk. Zelden meters of site. Of het is heel vaak zo. Op een teen, of 3. Ja. Dat is, ze worden wel terecht afgekeurd, denk ik. Volgens de letter van de wet. Ja. Maar als het altijd zo een centimeter of zo is, dat is zuur. Hè. Tijd voor de Wenger-regel. Ja, wat is de Wenger-regel? Dat een aanvaller moet volledig voor beide verdedigers staan voor alleen dat offside is. Oké. Maar dan krijg je nog altijd hetzelfde gezeur van een centimeter. Ja, maar dan gaan we dit soort fases veel minder hebben. Je gaat altijd een beetje spelen op je verdediger, denk ik. En je gaat nooit niet zo een meter... Die verdediger wil je ook niet laten staan en een meter verder. Dus hetzelfde. Ah, ja, okay. Offside is ook niet uitgevonden om een centimeter te tellen. Er bestond in die tijd nog niet een centimeter. Voilà. Napoleon was er nog niet. Dat is uitgevonden voor een voordeel weg te nemen. Voilà. En nu is het eigenlijk... Ja, wat is het voordeel van die voet? Of wat was het, Lukaku op het EK die een knie te ver staat? Bedoel, welk voordeel halen daaruit als aanvaller? Niks. Nee, true. Zwart. We gaan het niet veranderen, wellicht. Even kijken. Ja, dan is de volgende fase de winning goal, mannetjes. Ik zei het in de inleiding al. Niks voelt zo goed als onterecht winnen in de laatste minuut. Want laten we het daar even over hebben. We hebben nog niet veel bloemetjes naar Westerlo gegooid. Uiteindelijk waren die mannen beter als wij, vind ik.
Ja, zeker in de tweede helft. De eerste helft was wat gelijk opgaand, vond ik. Maar zeker in de tweede helft, het eerste half uur, hebben we aanvallend weinig klaargespeeld. Ze hebben die gasten ons veel problemen bezorgd achteraan. Mm-hmm. Dan zie je misschien toch het gebrek aan een echte zes. Misschien. Mm-hmm. Nee, we hadden het moeilijk. Chapeau en Westerlo. Absoluut. No. Ja, wij kwamen heel moeilijk tot, well, tot scoren. Dat viel dan nog wel mee. Uiteindelijk hebben we al vier keer gescoord. Maar, hoe moet ik het zeggen? De laatste paas. Sherry die kwam ook zelden in schietpositie. Ene keer is het dan gelukt. Het was direct goal. Onze flankspelers allebei, Andreka, Kerk, niet fantastisch. Andreka heeft er nog wel een assist op zijn naam. Onze invallers op de flanken. Ja, dat was ook niet alles. Udo en Valencia maar, ook niet echt hun sterke. Vooral Udo. Ja. Dat is, als je dat spreekt over alles verkeerd doen. Dan, ja, en mentaliteit als invaller van alles ervoor geven en concentratie. Oh, maar dat vind ik wel dat hij altijd wel hees. Hè? Soms te veel. Dat hij ook een paar stoemen geel kaart gepakt van gewoon te hard terug te willen gaan verdedigen en dan ja, dat niet kunnen en dan tegen iemand aanlopen. Dus voor mij is dat geen mentaliteit, geen mentaliteitsding of zo bij hem. Maar, denk niet moet dat gewoon in de diepte gespeeld worden. Die kan niet echt doorbreken bij ons. Dan zit hij bij Udo, het Eupen van vorig jaar of weet ik veel zo. Dat soort ploegen die in drie gewijs af en toe iemand diep moeten sturen die gewoon op de goal moet knallen. Mm-hmm. Dus dat de enige taak is dat hij krijgt op een match, dan is dat een goeie, denk ik. Ja. Maar... Audrey Diansango. Ja, dat is... ja, Omar Diouk, diep en gewoon. Diep. Dus Westerlo was goed, bloemetjes gegroeid, klaar. Nu terug naar de winning goal. Joni, je hebt die dan niet bewust meegemaakt? Jij wordt aan het dansen? Nee. Ik denk dat je... Ik heb de laatste score gezien ofzo, toen dat de match bijna gedaan was eigenlijk op SofaScore. Daar heb ik nog eens gecheckt en toen hebben we plots 1-2 gewonnen. Dat is altijd plezant. Maar ik heb ze dan net gezien, ja, weer een blunder van Bolat eigenlijk. Ja, dat ziet er niet geweldig uit. For some reason eerst was dat te springen, dan een bal die totaal niet in zijn buurt is en daardoor niet meer hoog genoeg kan springen, want die bal van Alderwereld is eigenlijk niet zo fantastisch dat hij binnen moet vallen. Het is niet vertongen tegen Japan. De bal was niet zo hoog dat hem over de keeper moet vallen. Maar, zat. Nee, het is waar. Die goal had trouwens een XG van 0,01. Denken. Dus dat is een laagste mogelijke score. Oké, dat is ongeveer hetgeen dat Beerschot had tegen Sint-Truiden. Dat zou kunnen. Ik vond het wel straf, want... Ik denk, is hij gewoon gecadreerd en ja, niet, van dichtbij zou ik niet zeggen, scherpen ook, oké. Maar hij wordt dus qua XG heel streng beoordeeld in de zin van 0,01 wil eigenlijk zeggen nul kans op doelpunt. Ja, hier kun je eigenlijk de kans geven. Ja. Dus, maar als je het dan vertraagt, zie je, Bolat springt helemaal niet zo hoog als hij zou kunnen. Het ziet er een beetje lullig uit, maar who cares? We winnen met 1-2 Duncan en de Toby. Heb je Toby gezien na die goal? Dat doen met de VAR. Ja. En de vlag. Ja, dat was leuk. Hoort erbij. Dat moet ook frustrerend zijn hè, voor die spelers. Dat is nog erger dan voor een supporter, denk ik. Als je op dat veld elke keer opnieuw... Mm-hmm. Ja, verkeerde goals. Ja, en dat geeft één ploeg een mentale boost kort. En een andere ploeg een mentaal diepje. Terwijl dat je juist hebt gescoord en omgekeerd. Dat is niet evident om mee op te gaan, denk ik. Nee. Verder, als je daarin geïnteresseerd bent in zo de cijfertjes achter die match, er zijn websites die zich daarin specialiseren. Ik grasduin daar dan al wel eens in. Het meest voorname conclusie dat je kunt trekken is, duels was een probleem deze match. Je dat ziet, Westerlo heeft bekend zoveel duels gewonnen, zowel in de lucht als op de grond, dan wij. Dus dat is echt wel een heel groot verschil. Moeten we ons daar zorgen over maken, Joni? Was me in andere matchen nog niet zo echt opgevallen. Laten we nogmaals zeggen dat gewoon Westerlo is dat goed zijn best gedaan heeft en dan. Ja. Dat kan al eens gebeuren. Of is misschien ook dat we Odoi wat missen? Want die is natuurlijk wel heel slim. Ik denk dat we dat wel onderschatten, hoeveel impact dat die heeft. Niet alleen in die duelkracht, maar ook gewoon
die schakel tussen Doumbia en naar Doumbia en Sherry toe, zodat die mannen eigenlijk iets hoger kunnen staan. Ik denk dat die daardoor ook gewoon minder in het spel zijn gekomen tegen Westerlo, omdat er niet Odoi zijn passing is, is ook gewoon heel goed meestal. En die zorgt er wel voor dat het middenveld van een tegenstander wat overgeslagen kan worden, zodat die andere gasten wat aan de bal kunnen komen hoger op het veld. En, dus ja, Odoi is wel op een match of 7, minder ondertussen, hoeveel heeft er meegedaan, 6. Zeker. 6 van de 8 heeft mee dan, ja. Ja, eigenlijk al redelijk onmisbaar geworden, toch. Nou, verrassend voor de meeste mensen, denk ik. Ja, en zeker op die positie. En het is ook wel tegen dat op die positie de 6 geen natuurlijk alternatief hebben voor de momenten. Of als Odoi niet meedoen. Ja, Riedewald. Maar die is ook gekwetst, ja. Dat zou wel moeten zijn, hè. Dus, dat is zonde. Dus hopelijk is Odoi snel terug. Duncan, wat vonden van Doumbia? Volgende week hebben we die in de beginnen 6 nodig. Hè. Allee, met 3 tienen spelen. Jinx. Duncan, wat vond jij van onze vriend Mamadou Doumbia? Zeer goed. Ja. Samen met Alderweireld, maar van de match voor mij. Oké. Okay. Ja, omdat Alderweireld 2 keer scoort en voor de rest ook goed was. Ja. Is een man van de match voor mij apart. Alright. Maar Doumbia heeft zeer weinig tot niks fout gedaan. Zeer moeilijk van de bal te zetten. Altijd vooruit met zijn passing. Ja, nee. En ja, zijn stijl is ook zo fijn mooi om te zien, vind ik. Ja, het is, die glijdt over dat veld. Ja. Dat is heel mooi. Ik heb het al meermaals gezegd, Yaya Touré van den Boshouder. Ja. Echt dat type stijl. Dat is, ik vind dat ook, ik zie dat ongelooflijk graag bezig, zo'n voetballer. Dat is... Alleen vergelijk dat met een Van Aken of die Gendelman van Gent bijvoorbeeld. Die gasten maken ook hun goals, die zijn ook goed, dit en dat. Maar het is gewoon zoveel mooier allemaal. En dan vergeeft ook gewoon veel meer als er iets verkeerd toe. Dat niet zo vaak gebeurt. Allee, dat is toch minder en minder, vind ik. Maar als hij een bal aan zijn voet heeft, hoe dikwijls dat hij 2-3 man gewoon uitspeelt. Dat is fantastisch. Ja, dus, die heeft de zeldzame gave van ogen in uw rug te hebben. Hè. Als hij een bal aanneemt, dan weet hij precies al direct van ik heb daar nog stormt er een aan, ik moet nu hier al kappen en of die schijnbeweging maken. En, ja, dat zie je snel, vind ik, als supporter, als toeschouwer. Zo'n gasten die dat hebben, een Vermeer uit dat ook, heeft dat nog altijd, hopelijk. Dat is kennen, hè, dat Mark van Bommel ook een pak heeft gezegd. En dat is klasse, als je dat kunt. Dat de Bruin ook heeft, voordat je de bal krijgt, al 2 keer zien... Waar is mijn tegenstander? Waar kan ik hem eventueel afgeven? Dat is ook techniek. Dat is zoveel techniek hebben dat je weet dat je de bal goed gaat controleren. Dat is ook waar. Dat je rond je heen gaat kijken. Als ik voetbal moet, ik zien waar dat een bal komt, want anders dan... Zeker. Ik heb ook nog eens een matchje gespeeld deze weekend. Dat was... dat zit u weer met de voetjes op de grond van wat zo'n profs eigenlijk allemaal wel kunnen. Den Dirk liet mij direct na de match het klassement zien en stonden we daar toch wel op de 2e plaats te pronken, zeker. Daar schrok ik toch wel van, Duncan. Ja, nog altijd, hè. In het livescore-klassement staan we 3e na Gent met die match. Ja, het hangt er een beetje van af, want ik heb ook al gezien waar we 2e staan, dus ik weet het niet zo goed. Het verschil tussen de 2e en de 12e is 3 punten. Voilà. Dus tussen ons en Union, 12e is 3 punten. Ja. Dus veel belang zou ik er nu nog niet aan hechten. Eigenlijk zou iedereen dicht bij elkaar, behalve een Beerschot. Zo kun je het zeggen, ja. Dat is mooi. De 15 friends en Beerschot, wat ons het zo zeggen. Ja. Ik schrok toch wel, Kate, inderdaad, iedereen heeft 13 punten bij zijn spreken. En wij hebben betere doelpunten, zal toch weten komen dat wij daar staan. Maar toch, er was toch al een beetje negativisme, laat ons zeggen, in onze WhatsApp-groep af en toe. Soms zijn er voorspellingen dat een bepaalde coach oktober niet haalt. Het ziet er toch naar uit dat hij het gaat halen. En je kunt hem het allerbeste. Onze man van de match, Duncan, jij hebt al gezegd Toby Alderweireld en dan Doumbia. Joni, wie zou dat voor u zijn? Ja, ik denk dat Alderweireld wel de logische keuze is. Ik denk niet dat we waren niet zo geweldig, dus het ziet er niet zoveel over als een dubbele doelpuntenmaker. Nou. Volgens mijn gemiddeldes, dus uiteraard Alderweireld op 1, ruim boven de rest. En dan Senna Lammes op 2. Senna Lammes al wekenlang, volgens die cijfers, altijd eerste of tweede of derde, altijd bovenaan. En dan Thierry en Andrejka,
Terwijl Andrejka, ja, daar komt dat ook alleen maar door die assist. Want verder vond ik hij ook niet echt zijn beste match spelen. Costa, de vijfde plaats, als het hem bleef. Ja. En je vraagt je dan toch af van hoe berekenen ze die dingen. En dan Van den Bos en dan pas Doumbia. Kijk eens aan. Ja, dat is bizar. Ja. Onze luisteraars kunnen dat allemaal nog na gaan lezen en zo op onze website vanaf dat ik dat er heb opgezet. Dus dat gaat wellicht maandagochtend ergens zijn. Vragen. Amai, we hebben nog geen enkele vraag bekeken. De 1880, die zei, vroeger had je Matsu Time. Zouden we de tijd vanaf minuut 90 niet omdopen in Toby Time, Duncan? Oh, ik ben er niet zo'n fan van dat soort... Oh, dat soort onzinnige bijnaam. Nee. Ja, het allitereert wel leuk, ja. Bekt goed. En als de mensen dat willen, doe gerust. Ja, Toby Time. Nog van de 1880, die vraagt, Joni, moeten we dat contract van de Alderweireld niet dringend gaan verlengen? Volgens de 1880 kende hem nog wel 2 jaar mee. Wat denk je? Zijn contract loopt af, voor alle duidelijkheid. In juni. Ik denk dat dat een beslissing van hemzelf gaat zijn. Mm-hmm. En ik vind dat ook gevaarlijk om dat nu al te beslissen, want de seizoen is lang. Mm-hmm. En vanaf een bepaalde leeftijd kan het snel gaan. Ja, dat is een fact. Voor mij mag het, hè, maar je wilt ook niet in een bankzitter van 2,5 miljoen euro per jaar of wat dat ook is. Nee, het zal zeker niet aan dezelfde looneisen zijn dan, denk ik. Dan gaat dat er beginnen worden. De Stijn van den Einde vraagt, ja, is dat bij 10 afgekeurde goals dat je er toch eentje krijgt toegewezen? Dat is een retorische vraag, neem ik aan. Maar het is inderdaad opvallend. Ik vraag me eigenlijk echt oprecht af of het alle clubs dat dit seizoen hebben, of het dat toch vooral wij zijn. Ik zie bijna geen andere match dan die van ons. Nee, ik denk dat wij het vooral zijn. Oké. Okay. En dat is ook gewoon toeval, denk ik. Dat is niet... Ja, ik zie daar geen bozaardig complot achter. Nee, ik ook niet per se. Niet meer als anders. Nee. Wat is ons grootste werkpunt? Vraagt Kleine Tuur op Twitter X na 1/4 van de competitie. Joni, wat denk jij aan iets? In welke linie van het veld bijvoorbeeld hebben we nog werk? Of nog het meeste werk? Toch kansen van op de flank creëren vooral. Ik denk dat toch nog iets te weinig gebeurt. Ondanks het betere seizoen van Kerk en de ene hat-trick van Andrejka. Ja. Ik zal toch blij zijn als Balikwisha terug is, denk ik. Ja, dat is straf, hè. Ik ben niet de grootste Balikwisha-fan. Ook geen grote hater. Ik heb daar een zeer neutrale houding tegenover. Maar je mist hem toch uiteindelijk, als hij er niet bij is. Soms denkt hij van, hij doet te weinig of hij is te wisselvallig. Maar gaan ze aan de flankje spelen? Het is zo dat je het uit of keert toch wel een kwaliteitsinjectie. Dom geen statistieke injectie, maar tja, dan krijg je toch op de bank ook weer wat extra kwaliteit. Al is het dan dat je Kerk of Andrejka naar daar verhuist. Nee, ik ga uiteraard blij zijn als hem terug is. Als al de 4 geblesseerden terug zijn. Ja. Tegen dan zijn er misschien 3 of 4 andere geblesseerden. Ze blijven bezig natuurlijk. Hè, maar. De Frank van Reet op X komt met een leuke witse. Kunnen we niet aan een bond vragen om met -2 aan de match te beginnen? Dan weten we dat we maar moeten springen na de derde goal. Kwestie van rustig te blijven. Ja, ja Frank. Ja. Goed gevonden. En dan op Instagram was er nog Iene. Allee, er waren 2 vragen binnengekomen, Ocharme, deze keer. Ene, Joni, ik moet maar 1 woord zeggen en je weet waarover het gaat. De tandenstoker. Een tandenstoker? Ben even niet, kende jij die aloude mop niet? Nee. Het verschil tussen een beerschot en een tandenstoker. Ja. Een tandenstoker heeft tenminste 2 punten. Ah, voilà. En dan Zoran Bronkers, die kwam met een echte vraag. Heel, heel simpel, maar geniaal, Duncan. Was de overwinning verdiend op basis van ons spel? Ja, nee, ja. De waren zegt dat. Ik weet het me kort nog eens hoor. Zalig. Oké, de Young Reds dan. Gedaan met de pret. 3-0 verloren op het veld van Sporting Hasselt. We stonden op het punt om nog naar Hasselt te rijden, naar Westerlo, maar blij dat we dat niet gedaan hebben.
Dus die pakken nu 1 op 12. 11 goals geïncasseerd al. Ik denk maar 3 gemaakt. En dat ook allemaal in één match. Volgende match, Hoogstraten thuis op de zaterdag 28 september. Dus iedereen die daarin geïnteresseerd is, kan er naartoe. Om 18 uur aftrap op het Lisp. Voilà, dat was het een beetje voor deze nabeschouwing. Verder is er niet veel gebeurd op Basel. Verder was het een redelijk rustige week naar Antwerp-normen. Toch? Onder Varia staat er niks. Ik ben nog even aan het nadenken, maar ik denk ook niet dat, dat ik nog iets heb opgemerkt afgelopen week. Ze zijn alles aan het opsparen voor de week voor de verkiezingen waarschijnlijk. Nou, even stilhouden. Sperperiode. Ja. Bosel-sensatie, sperperiode. En dan nog een weekje wachten en dan zal het knallen. Nee, uiteraard krijg je ook vragen over de derby die eraan komt. Maar we hebben ook een voorbeschouwende aflevering later deze week. Dus we gaan dat daarover houden. Wel tof dat die mannen dermate van symboliek houden. Dat zij met onze stamnummer spelen. Zoveel punten hebben zij verzameld en wij hebben hun stamnummer verzameld. Symboliek ook. Wat zeg je? Een van de 6 stamnummers. Ja, dat is waar. Alleen hun recent aangekochte stamnummer 13. Ik had ook liever met 155 punten gestart. Maar helaas. Ja, jij zeker. Ja, ik Bartolomeus. Goed. Merci, mannen, voor jullie bijdrages. Joni, bedankt voor jullie, jouw kundige bijdrages. En tot een volgende keer. We gaan dat ook doen, hè? Als dat mag van u, hè? Van mij wel. Van de luisteraars. Wellicht ook Duncan, Joni, dankjewel en tot zeer binnenkort. Bye. Ciao, ciao.